Professor Theo Wong is vereeuwigd en deelt zijn ervaringen met de gemeenschap in het boek Memoirs van een Surinaamse geoloog. Vandaag heeft de Anton de Kom Universiteit van Suriname in samenwerking met de studierichting Geowetenschappen en de Stichting ter Bevordering van de Geowetenschappelijke Kennis in Suriname een boekpresentatie georganiseerd in de universiteitsbibliotheek. Bij deze gelegenheid heeft de wetenschapper volgens directeur van de universiteitsbibliotheek, Tanya Sitaram, de gelegenheid gehad om alvast een inleiding te krijgen van het boek geschreven door Robbie Parabiersing. Professor Wong is gespecialiseerd, is de deskundige over geologie. Hij heeft veel onderzoekingen gedaan, heel veel studies gedaan en hij heeft zijn memoires vastgelegd in een boek. En dat wil hij natuurlijk niet voor zichzelf houden. Hij wil dat delen met die gemeenschap, delen met de studenten, zodat het ook een trigger is voor hun. Dat ze die studie leuk vinden, meer informatie kunnen hebben. Hij heeft vastgelegd en hij gaat dat vandaag presenteren. De grootste aantal studenten hier zijn voor een bepaalde faculteit. Veel studenten houden van misschien rechten, minder van geschiedenis, minder van geowetenschappen. Ik weet niet precies wat het aantal is van die studenten die zich hebben aangemeld voor geowetenschappen. Maar ik ken geen studenten die uit zichzelf heel snel zeggen van, ja, ga geowetenschappen doen. Je hoort ze vaak, na je middelbare school, wat wil je doen? Ik ga rechten studeren. Of ik wil me opgeven voor medisch. Je hoort heel weinig die zeggen, ik ga geschiedenis doen. Of ik ga geowetenschappen doen. Dus ik hoop dat dit een steun is voor die studenten om meer inzicht te hebben in. Wat houdt dat geowetenschappen in? Sitaram geeft aan dat het mooi is dat Wong mensen zelf kan vertellen wat zijn loopbaan is. De professor vertelde waar zijn interesse in het vak geowetenschappen begon. Zijn boek wordt vandaag gelaunched en we gaan het doen in de vorm van een interviewgesprek. Hij wordt geïnterviewd over de inhoud, over zijn leven door meneer Rappe. En dan deelt hij die informatie op deze manier. Hij triggert, zodat we ook zijn boek kunnen lezen. Het boek van Wong is vandaag verkocht tegen een introductieprijs van 300 SAD. Bij de boekpresentatie waren ook andere prominente Surinaamse wetenschappers aanwezig.